Goedenavond en welkom bij de live online les voor de Premier Plus en Premier Plus 2 software. Vanavond wil ik graag met u kijken naar de mogelijkheden voor het maken van een echolijn in een borduurpatroon en het maken van een snijlijn die gemaakt wordt met cutwork needles. We gaan een patroon ontwerpen en daarvoor gaan we naar de module Create. Dat is het roosje. En als we het roosje starten, dan start hij automatisch met een wizard. Nou, in dit geval wil ik uit de minipicks die in de software zitten een afbeelding gaan halen. Dus ik ga hier onderin naar Start a new design with no picture. Dan begin ik met een blanco scherm. Dat doe ik in de Draw window. Dan kunnen we vectorgebaseerde afbeeldingen gebruiken die in de software zitten. En ik wil een soort quiltblokje gaan maken. Dus ik kies een ring van 150 bij 150 mm. Nou, dan heb ik hier aan de rechterkant de minipicks. En daar klik ik op. Als ik die open, dan kan ik uit een aantal dingen kiezen. Er zijn onder Draw gevulde. En u ziet als ik daarop klik dat dat allemaal patronen zijn met een kleurtje erin. Of afbeeldingen moet ik zeggen. Dit zijn nog geen patronen, zijn alleen maar afbeeldingen. En bij Line zijn het buitenlijnen. In dit geval kies ik voor een gevulde bloem. En waarom kies ik dan niet? Want ik wil eigenlijk de buitenlijnen hebben. Dus waarom kies ik dan niet voor deze variant? Nou, dat is heel simpel. Als ik een vlak wil gaan pakken, is het makkelijker in de software om hem te selecteren als dat vlak gevuld is. En in deze afbeeldingen zijn de vlakken leeg, transparant. Dus kan ik hem niet heel makkelijk selecteren. Dus vandaar dat ik hier kies voor een bloem met een gekleurde vorm. En ik zeg openen. Dan staat hij al op de achtergrond erin en dan kan ik dit scherm sluiten. Ik sleep hem ietsjes groter. Als u dat met control doet, dan blijft hij netjes in verhouding. En ik zet hem even in het midden van de ring. Alignment, center in hoop. Nu heb ik alleen maar een afbeelding. Dit is dus nog geen borduurpatroon, dit is puur een plaatje. Om hier nou een borduurpatroon van te maken, ga ik linksbovenin naar Quick Create. Want ik wil hem zelf makkelijk de vlakken gaan laten maken. Ik wil dat even om te beginnen met alleen een lijn en een triple stitch en zonder opvulling. Dus ik klik op het honingraadje om hem uit te zetten. En ik zorg dat de lijn oranje staat, dus gekleurd is, en dat hij op een triple stitch staat. Dus ik zet hem hier aan of uit. En als ik op het woord klik, dan kies ik wat voor soort steek ik heb. Dan vervolgens ga ik naar Quick Stitch. En wat ik wil gaan doen zometeen, ik wil de grote bladeren op gaan vullen met een internal echolijn, dus een interne echolijn. Ik wil de kleinere bladen op gaan vullen met een crosshatch stitch, dus een soort rastertje wat hij dan maakt. Een soort kruissteekverbinding. Dat is niet helemaal een kruissteek, maar meer een raster. En het midden wil ik open gaan snijden met de cutwork needles. En vervolgens wil ik om de hele buitenkant heen nog drie echolijnen laten lopen. Dat betekent dat als ik wil gaan digitaliseren, dat ik al die vlakken nodig heb. Dat ik de cirkel nodig heb en dat ik de buitenlijn nodig heb. Dus die ga ik om te beginnen in één keer allemaal aanklikken. Dus ik heb hier een vlak. Dus ik pak eerst al mijn bladeren. Dan pak ik de binnencirkel. En dan ga ik op de buitenlijn staan. Dus niet op het rood, maar echt op de buitenlijn. En dan ziet u dat de stippellijn helemaal om het hele, om de hele bloem heen komt. En dan klik ik op oké. Als ik nu mijn filmstrip kijk, dan zie ik daar dus 8 bladeren. Ik zie een cirkel. En ik zie een triple stitch om de buitenkant. Die ziet er een beetje uit als een koekje. Wat ik nu wil gaan doen,
Ik wil een echolijn gaan plaatsen in de grotere bladeren. Ik klik eerst even op mijn rechtermuisknop om die functie uit te zetten en ik selecteer een van die bladeren. U kunt het in principe ook in één keer doen met alle vier de bladeren, laat ik zo even zien. Het nadeel is dan alleen dat je niet zo goed ziet wat je doet. En als ik één blad neem, dan kan ik tussendoor elke keer op apply klikken en dan kan ik zien wat er gebeurt. Nou, in plaats van no fill kies ik voor een echo fill. En een echo fill is dus een lijn die de buitenlijn herhaalt, echoot, met een afstand die wij eraan geven. Dat kan ik naar binnen doen of naar buiten doen. Ik wil dat graag naar binnen. Dus een internal fill. En ik kan dat in een aantal vormen doen. Dit is gewoon een ronde vorm, dus dan maakt hij de ronde beweging van de buitenkant mee. Bij de tweede doet hij dat wat hoekiger. Je ziet dat vooral bij deze goed. En bij drie geeft hij die hoek nog meer mee. Dus vooral die binnenste wordt heel puntig. Nummer 1 is eigenlijk meestal het mooiste. En dan geef ik hem een steeklengte van 1. En ik maak de afstand even wat kleiner. Ik zet mijn gap zet ik op 2. Even kijken of die nu... Nou, hij laat het verschil nog niet heel goed zien. Ik zet hem op een dubbel stitch, dat hij iets zwaarder is. En ik heb hem dus op een internal fill staan. Nou, als hij dat doet, vult hij hem door totdat hij niet verder kan. Ik kan er ook voor kiezen om hem internal lines te geven. En dan geeft hij er zoveel als dat ik wil. 5, 6, 7, net wat ik mooi vind voor deze afbeelding. Dus die gap is de tussenruimte in de lijntjes, de steek. Lengte, dus stitchlengte, is de afstand van de steken in de lijn. Ik kan hier aangeven of het een enkele, dubbele of drievoudige steek is. En hier of die naar binnen of naar buiten gaat. Dus internal naar binnen, external naar buiten. Bij fill vult hij hem door. En bij lines kan ik zelf bepalen hoeveel er zijn. Mijn triple stitch wil ik laten staan. En daar wil ik hem een steeklengte van 1,5 geven. Om te zorgen dat hij die ronding goed meepakt. Ik ga nu alle vier die grote bladeren selecteren. Vindt u lastig om te zien welke dat zijn, kunt u ook van tevoren even op alle bladeren klikken. En dan ziet u hier welke dat is. Ik selecteer mijn eerste blad. Ik druk op Ctrl en ik pak blad 2, 3 en 4. Klik op mijn rechtermuisknop en ik ga naar Properties. Dan doet hij in één keer de properties voor alles wat ik geselecteerd heb. Nou, ik zet mijn steeklengte op 1,5. Dus eigenlijk ga ik nu herhalen wat ik bij de eerste had gedaan. Mijn no-fill zet ik op een echo-fill. Internal-fill. We hadden... volgens mij 7 lijnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Een dubbel stitch met een wat kleinere steeklengte en een gap van 2 mm. En vervolgens zeg ik oké. Okay. Nu heeft hij dit dus voor alle vier de bladeren gedaan. Nu wil ik graag de kleinere bladeren doen. Nou, die kan ik wat makkelijker herkennen, want die heet alleen triple stitch en geen echo fill. Dus ik pak alle vier de bladeren met een triple stitch. Klik aan mijn rechtermuisknop en ik ga naar properties. Ik zet mijn steeklengte op 1,5, zodat die even groot is als die andere. En ik kies hier een crosshatch fill. Ik kan ook kiezen voor een curved crosshatch fill. Dan maakt hij een bepaalde ronding. Maar dan moeten we ze echt één voor één gaan doen, om te zorgen dat hij ook echt een bolling naar buiten geeft. In dit geval kies ik even voor de gewone crosshatch fill. Ik zet ook hier de gap, dus de tussenruimte op 2 mm, zodat hij een beetje overeenkomt met de lijnen die ik hier gebruikt heb. En ik kan ervoor kiezen welke weergave ik wil hebben. Gewoon vierkantjes, diamantvorm, parallele lijnen of een zelfgekozen hoek. In dit geval kies ik even voor diamant. En ik kies voor een dubbel stitch. Die hebben we hier ook aan de binnenkant gebruikt. Steeklengte zet ik op 1,5. Zodat hij mooi vol wordt. En vervolgens klik ik op oké.
Ook in dit geval hadden we er eerst voor kunnen kiezen om eerst één blad te doen en elke keer tussendoor op apply te klikken om te kijken wat we wilden hebben. Nou, dan wilde ik graag dat het gat uitgesneden wordt met de snijlijnen. Ik laat wel de cirkel hier in het midden staan, zodat hij afsluit over al die losse steken heen, want dan geeft hij een wat voller geheel. Dus ik ga deze kopiëren en plakken. Nou, kopiëren en plakken in één handeling is duplicate. Moet ik alleen met mijn pijltjes even zorgen dat dan vervolgens deze ook precies in het midden van de afbeelding komt, zodat hij over de andere lijn heen staat. Dan hou ik mijn control ingedrukt en dan maak ik hem even een klein stukje kleiner. En dan kan ik hier aardig inschatten wat de afstand wordt. Ga ik hem even naar het midden verplaatsen. En dan moet dus een klein stukje afstand hebben tot de originele steek. Want anders dan snijdt hij de originele steek door. Hij mag wel een klein stukje kleiner nog. Zo. En nu ziet u dat ik hier een buitenlijn heb en een lijn daarin. Ik selecteer die tweede cirkel, want dat is mijn nieuwere cirkel, die zet hij er altijd achter. Klik op mijn rechtermuisknop en ik ga naar Properties. Ik wil hier een snijlijn van maken. En een snijlijn kan ik alleen maken op het moment dat het een enkele steek is. Dus ik moet hier eerst bij Triple Stitch kiezen voor een Running Stitch. Running stitch is een enkele steek en als ik die selecteer, dan krijg ik hier de optie cutwork, de snijnaalden. Nou, als ik die aanklik, dan kan ik kiezen of dat ik hem laat snijden met 2 naalden of met 4 naalden. Dat is een doosje naalden wat u kunt kopen, of ik noem het naalden, eigenlijk is het een doosje met de mesjes die u als naald erin steekt. En die hebben alle 4 een andere richting. Heeft u een complexe vorm, dus stel dat we hier de buitenrand willen doen met wat hoeken erin, dan zou ik kiezen voor 4 naalden. In dit geval maken we alleen 1 cirkel, dus dan is 2 naalden voldoende. De optie Secure Point vraagt of we om de 3 centimeter een punt vast willen laten zitten. Dus wat doet hij? Hij snijdt overal en dan af en toe laat hij een klein stukje vastzitten. Is dus geen fout in het patroon. Dat doet hij om te zorgen dat die onderdelen er niet uitvallen. Nou, wanneer is dat nou handig? Stel dat u een patroon heeft met 10 snijvlakjes. En dan wilt u niet dat als hij aan snijvlakje 2, 3, 4 begint en de ring elke keer heen en weer gaat, dat hij de onderdelen die los liggen eigenlijk onder het borduurpatroon laat schuiven. Want u heeft dan kans dat hij ergens onder komt en dan later weer meegeborduurd wordt. Dan is het juist fijn dat hij al die onderdelen net ergens een heel klein stukje vast laat zitten, zodat hij, als je die kleine puntjes even wegknipt, dan pas loskomt. Zijn het nou hele grote vlakken, dan zou ik hem niet om de 3 mm zetten. Dan zou ik hem om de 50 mm zetten. Dan heeft u om de 5 cm een klein stukje. Zijn het wat kleinere onderdelen, moet u het niet te hoog zetten. Want anders komt hij niet aan die 5 cm en dan zal die dus geen punt vastzetten. In dit geval zet ik Include Secure Points uit. 1, omdat het niet zo'n heel groot gebied is. En 2, omdat het mijn enige gebied is. Ik zet hem op 2 naalden omdat het een vrij eenvoudige lijn is. En op het moment dat ik deze aanvinkte, deze stond op 2 mm, ik zal het nog één keer laten zien, dan verandert hij automatisch naar 0,3 mm. Dus hij ziet, het is een snijnaaldenlijn, dus ik moet een kleine steek maken. Zou hij namelijk een steek maken van 1 mm, dan prikt hij wel een aantal gaatjes, maar dan heeft hij zeker niet het gewenste resultaat dat de stof loskomt. Ik klik op Apply en ik zie dat die lijn geel wordt. Dan klik ik op OK. Nou, dan gaf ik aan dat ik graag wil dat de buitenlijn ook een echolijn geeft, want daar hadden we deze voor gemaakt. Wat ik niet wil, is dat hij hier nog een keer de triple stitch overheen zet. Want die heeft hij al. Die heeft hij al van elke vorm die hier loopt. Dus het zou een beetje dubbelop zijn om die eroverheen te zetten. Nou, wat gaan we doen? Ik ga naar de properties. En ik zet hier de lijn op no borderline. Dus ik wil geen omrandingslijn hebben. Dan zet ik de opvulling naar een echo fill.
En ik geef aan dat hij naar buiten moet. External lines. Ik wil 3 lijnen hebben. Over het algemeen werkt het het mooiste om te werken met een oneven aantal. En ik zet de gap wat kleiner. Nou, we hadden hier een gap van 2 gebruikt. Ik vind dat wat klein om dat dan daar ook te doen. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Dat vind ik dan persoonlijk te dichterop staan. Dus ik zou er in dit geval voor kiezen om een echolijn van 3 te kiezen. Omdat het wel over de buitenkant gaat. Maar daar bent u natuurlijk vrij in, net wat u zelf mooi vindt. We hadden hier voor al die echolijnen voor een dubbele steek gekozen. Dus dat zou ik ook in dit geval doen. De double stitch. Het rode wat ik er doorheen zie, gaat hij niet borduren. Hè? Dat komt van mijn tekening. Dat is dit rood. Dus ik ga hier even bij View aangeven dat ik mijn achtergrond er niet doorheen wil zien. Dan zien we het echte borduurpatroon. In principe is mijn borduurpatroon af. Ik wil alleen nog even wat wijzigen in de volgorde en in de kleur. Want ik vind hem zo een beetje saai. Dus ik ga mijn eerste kleur wijzigen. Ik klik met mijn rechtermuisknop en ik kies voor Properties. En die wijzig ik in paars. Iets meer paars, deze paars. Dan ziet u dat alle onderdelen wijzigen, behalve deze. Want dit is de gele lijn van die cutwork needle. En ik wil dat mijn echolijnen van de bladeren paars zijn. En dat deze een beetje een petrolkleur krijgen. Dus ik ga hier ongeveer rechtermuisknop, insert color change. En daar zet ik die petrolkleur neer. En dan bedoel ik deze. En wat we nu zien is dat alles wat erna komt turquoise wordt. Nou, ik wil die grote bladen wil ik hier onder paars hebben. En ik wil die kleinere bladen wil ik onder turquoise hebben. Dus die klik ik aan. Ik hou mijn muisknop ingedrukt en die sleep ik naar beneden. Heb ik hier nog een groot blad. Die is nu turquoise of petrol. Die wil ik omhoog. Dus die hou ik ingedrukt en die sleep ik omhoog. Dus nu heb ik 1, 2, 3, 4 bladeren staan onder paars. En de rest staat onder petrol. Nou, wat ik dan nog graag zou willen is dat die echolijn die er buiten omheen staat ook net een ander kleurtje krijgt. Dus ik heb hier mijn 4 blaadjes staan. Het kan bij u zijn bij u dat ze wat meer door elkaar staan. Sleep ze dan even bij elkaar. Ik ga op de onderste staan. Ik klik op mijn rechtermuisknop. Ik zeg insert color change. En ik pak de kleur die ik daar graag bij wil hebben. U ziet dat dan die echolijn en de cirkel roze worden. Want die komen daarna. En dat mijn running stitch met mijn cutwork hier nog steeds tussen staat. Ik zou in dit geval ervoor kiezen om mijn cutworklijn helemaal aan het einde te doen. Want op het moment dat je die gaat maken, komt er toch een gat in je stof. En op het moment dat er een gat in je stof komt, zou de stof meer kunnen gaan werken. Op het moment dat hij meer gaat werken en hij moet toch die echolijn nog plaatsen, kan het zijn dat hij niet helemaal op de plek komt waar je hem wilt hebben. Dus ik zou deze als laatste doen. Als het goed is, beschadigt hij niet de lijn die hier staat, want u heeft ervoor gekozen om deze iets naar binnen te trekken. Het is wel heel belangrijk, als u hiermee werkt, dat de stof heel strak ingespannen zit en het liefst geplakt is op een drager, zodat hij goed stabiel is. Op het moment dat hij die cutworklijn gaat maken na dat lijntje wat er geplaatst is, dan zorgt hij er ook voor dat die stof ook heel mooi stabiel blijft. Nou, we gaan eens even kijken hoe die eruit ziet. Ik druk op start. Ik zet hem even ietsje sneller. Dan zien we dat hij met die grotere bladeren begint. Hij doet deze echolijnen allemaal netjes dezelfde richting op. En als laatste doet hij de buitenlijn. Die ziet er nu nagenoeg hetzelfde uit. De binnenlijnen zijn dubbelstitches en de buitenlijnen zijn trippelstitches. U zou er ook voor kunnen kiezen om de buitenlijn een cordonlijn of een siersteek of wat dan ook te maken. Hebben we in dit geval niet gedaan, maar dat is zeker wel een optie.
Nu gaat hij de kleinere bladeren doen. Dat was dat rastertje in die crossheads viel. Daar zet hij dan vervolgens de buitenlijn omheen. Dan gaat hij de binnencirkel maken. De echolijn aan de buitenkant. En dan vervolgens de cutworklijn aan de binnenkant. Eerst met de rode naald en dan, of de rode mesje, en dan met het gele mesje. En dan is uw borduurpatroon klaar. Ik heb nu dus een borduurpatroon van ongeveer 12 bij 12 centimeter. En die heeft zo'n 13.000 steken. Dus het is niet een heel licht patroon. Het is wel een open patroon. Ik zie hier alleen de drie kleuren. En dat komt omdat die hier nog in dit onderdeel ingebakken is. Als ik hem nu ga exporteren. Nou, een VP3 of een VP4, afhankelijk van de machine. En ik klik op OK. En ik zeg export. En ik haal hem op in de basismodule. Dan zien we hier de drie kleuren. En dan zie ik rood en geel. En daar heeft hij een mesje achter gezet. Je ziet ook als ik op deze kleur sta, dan geeft hij Robinson Anton. Het standaard garen assortiment. Kunt u natuurlijk uw eigen garen kiezen. En als ik hierop ga staan, geeft hij Inspira Cutwork Needle. 1 en 2. Op de huls van de naald, ofwel het mesje, staan die kleuren aangegeven. Dus je hebt rood, geel, die worden altijd gebruikt. En dan heb je ook nog groen en blauw. Die worden alleen extra nog gebruikt bij complexere patronen. Als u een recentere machine heeft, bijvoorbeeld de Ruby, Diamond, Epic of de Creative Serie, de Icon. Dan geeft hij ook in de machine aan dat het om snijlijnen gaat. Dan geeft hij daar een mesje aan. Heeft u een oudere machine, dan geeft hij alleen de kleuren aan. Ga dan niet borduren met rood garen, met geel garen, maar steek dan het mesje erin. Ondanks dat de machine het niet aangeeft, kunnen die machines het over het algemeen wel. Dit is wat ik voor vanavond graag wilde laten zien. Zijn hier vragen over? Dies, wilde jij iets vragen? Ja, ik denk dat ik op het verkeerde knopje drukte. Ik heb de ruby, maar ik zie niet die naalden tevoorschijn komen. En ik heb mijn machine geüpdate, ja. Maar dat komt dus nog niet. En je weet zeker dat hij in het patroon de Inspira Cutwork Needle heeft? Ja, want daar staan wel die rode en die gele kleurtjes ineens. Oké, en als je op dat kleurtje gaat staan, dan geeft hij ook die Inspira Cutwork Needle aan? In mijn machine of in mijn, nee, in mijn software? Nee, dan geeft hij niet een naaldje aan. Ja, maar de naam. Kijk, als ik er nu op ga staan. Even kijken, ja. Even een vertraging zie ik. Even kijken hoor. Als ik er op ga staan, dan geeft hij hier aan Inspira Cutwork Needle 1 Cutwork Needle. En nee, dat geeft hij niet aan. Dan heb denk ik de verkeerde gekozen. Wat je dan kan doen is even dubbelklikken op de kleur. Ja. En dan hier bij Show All Thread Ranges zoeken naar de Inspira Cutwork Needle. Zo heet die groep dan, net zoals dat voor Cutterman kiest. En dan vervolgens kan je hier de eerste aanklikken. En dan oké. Okay. En dat kan je bij die tweede ook doen. Dus je dubbelklikt dan op dat geel. Dan ga je weer naar die goede groep toe. En dan pak je de tweede naald. En dan, als je er zo met je muis overheen gaat, dan moet hij daar de goede aangeven.
En als je hem, als je hem exporteert, waar naartoe exporteer je hem dan? Naar een VP3? Ja. Oké, dat is goed. Sommige mensen die exporteren nog naar een HUS. En dan onthoudt hij die gegevens niet. Maar in een VP3 en een VP4 neemt hij die gegevens gewoon mee. Ja, nee, ik doe altijd een VP3. Oké, helemaal goed. Ik ga dat uitproberen. Ja, probeer dat nog even. Lukt het niet, stuur het patroontje even naar mij. Dan kan ik even kijken of ik daar wat geks in zie. Bij mijn, want weet je uit je hoofd welke serie van de Ruby je hebt? Is dat de allereerste of een latere? Van de Ruby? Ja? De Ruby Deluxe. Oh, nou die zou het volgens mij toch echt wel moeten kunnen doen. Dus kijk even die punten na die ik nu aangegeven heb. En dan ben ik benieuwd wat het resultaat daarvan is. Doe ik. Dankjewel. Okay, graag gedaan. Dan wil ik u heel graag bedanken voor vanavond. Een fijne avond wensen. En wie weet tot ziens bij de volgende live online les. Dag.